De Belgische film Close kan zondag een Oscar winnen in de categorie Beste Internationale Film. En dat is straf, want nog nooit heeft een Belgische film die prijs gewonnen. Close is een film voor volwassenen en het gaat over de vriendschap tussen twee tienerjongens. Volgens experten zijn de Belgen geen topfavoriet, maar ze maken wel nog altijd kans. Regisseur Lucas Dont gelooft erin. Ik voel dat er enorm veel liefde en excitement voor de film is. En dan zal de vraag natuurlijk zijn, is die groot genoeg, hè? And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... The Oscar goes... Oh my god! Dit jaar worden de Oscars voor de 95ste keer uitgedeeld. En elke winnaar krijgt een gouden beeldje van bijna 4 kilo. Er zijn 23 Oscars te winnen in verschillende categorieën. 10.000 filmmakers van over de hele wereld mogen stemmen en daar zijn ook een paar Belgen bij. Wie wint is top secret. Tot de envelop opengaat tijdens de show zijn er maar twee mensen die weten welke naam er op het briefje staat. De Oscars zijn ook wereldberoemd voor de Rode Loper, waar alle gasten hun beste outfits komen showen. Alleen is die Rode Loper dit jaar voor het eerst een klein beetje anders. Beige en niet rood dus. Hey, merci om te kijken. Maar ga je nu al weg? Ik heb hier nog veel meer video's voor jou. Of abonneer je op ons kanaal, dan mis je geen enkele video van Karrewiet.